Bert, gisteren nog uh, voetbal gekeken? Ja, nou gekeken, maar uh, niet met mijn gedachten erbij. Wat vond je van het foutenverstaan? Nou, toen ik dat zag, dacht ik dan vielen bij ons nog wel mee de eerste helft zaterdag. Ja. Even terug naar uh, afgelopen zaterdag, de wedstrijd tegen Harkema. Hoe verklaar je dat DVS slap aan die wedstrijd begint uh, opnieuw? Nou, ik leg hem toch een beetje anders uit. Ik vond het harker, maar erg sterk aan de beste begon. En uh, bij de eerste beste dieptepaas koppen wij hem al uit. Je weet dat we een hele goede verre inworp hebben. We kwamen gewoon meteen onder druk te staan. En het is een periode van een paar minuten geweest. Nou, en daarna zie je dat we eigenlijk, ieder moment dat we in balbezit kwamen, te snel die bal uh, diep wegleggen. Uh, ja, een beetje paniekerig, terwijl dat helemaal niet nodig is. Je moest gewoon voetballen. Daar hadden we ook afspraken over gemaakt. Uh, dus de wil was er wel, maar misschien wou, uh, waren we te veel bezig met uh, heel goed starten. Want voor het weet gaat iedereen daar uh, extreem mee bezig zijn, natuurlijk. Uh, hoe, mo hoe motiveer je de jongens en hoe zet je ze op scherp? Nou, motiveren en op scherp zetten hoef je niet bij deze groep. Deze jongens zijn echt wel uh, ook actief in hun hoofd. Ze zijn er al de hele week mee bezig om het zo goed mogelijk te doen. En de drive is ook heus wel aanwezig. Alleen, ja, dan zie je dat de wedstrijd niet start zoals ze willen. En dan is het even zoeken naar, naar vastigheden, zoeken naar ritmes. En uh, dan moeten er een paar jongens opstaan die het tempo gaan bepalen en zeggen: zo gaan we het doen. Nou, dat, dat, dat gebeurde even niet. Um, Hoe kan het? zo is? Ja, goed, als de bepaalde jongens zelf al moeite hebben om uh, goed in de wedstrijd te starten op zo'n moment. Of dat het even net niet dat het balcontact le lekker loopt, ja, dan zijn het ook niet de jongens die meteen met hun mond uh, de ploeg goed neer gaan zetten. Dus vanaf de kant hebben we daarin uh, ingegrepen en uh, toen kwam er iets meer grip op het, uh, op het spel. Ja, en uh, ja, dan heb je in de ruste de mogelijkheid om nog wat uh, extra zaken te doen. En hoe gaat de groep om met uh, deze resultaten die de afgelopen week uh, behaald worden? Welke reacties krijg je uit de groep? Nou, niet zozeer de, 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 over de resultaten. We zijn met heel veel goede dingen bezig. En als je zaterdag de wedstrijd hebt gezien, en die hebben velen, uh, de keeper van Harkema is boos op nu een standbeeld uh, wat dat betreft. Uh, er wordt erg veel druk gelegd op, op het negatieve, op het feit dat dingen niet goed gingen in de eerste helft. En men vergeet dan hoeveel goed je hebt gedaan in de tweede helft. Want uh, maak je van al die kansen, want uh, we hebben even nagekeken, 25 kansen, maak je er daar minimaal drie of vier van, dan hoor je nooit meer iemand. Dus de groep weet heus wel dat we met de goede dingen bezig zijn. Alleen het is geen machine natuurlijk. Hè. Dat moet natuurlijk ook allemaal in één keer goed komen. Je creëert, zoals je zegt, al heel veel kansen in de tweede helft, 25. Hoe kan het dan dat er niet gescoord wordt? <laughs> ja, wist ik het maar. Nou, misschien wel te graag willen, uh, maar wat je op een gegeven moment wel merkt is dat uh, als het op een gegeven moment niet lukt in de wedstrijd en er te veel kansen gemist worden, dan gaan spelers uh, iets meer nadenken over de kans. En dan zijn ze niet vrij in het kopje. En dat zag je op een gegeven moment, dan gaan ze op, op safe uh, op de goal schieten of uh, koppen. Ja, en dan lukt het ook niet meer. Dat, naarmate een wedstrijd vordert, dan zie je dat dat minder wordt. Ja, je geeft in de analyse ook aan dat het gebrek aan kwaliteit is. Kan zijn, wat missen ze dan volgens jou? <laughs> nou ja, goed. Ik bedoel, kwaliteit in die zin: uh, traptechniek, uh, koptechniek, uh, positioneren, uh, het zien waar staat een tegenstander, waar staat de keeper. Maar ja, daar we ik zijn, jongens. Op een gegeven moment uh, hou je er ook geen rekening mee dat achter een keeper nog uh, drie verdedigers op een doellijn staan. Daar, daar train je niet op en uh, het overkomt je. Dus uh, het is de kwaliteit dat je op het juiste moment de juiste dingen kan doen. Nou, zaterdag was dat uh, duidelijk zichtbaar dat dat niet bij ons was. Wat doet het persoonlijk met jou als dat gebeurt? Nou, ik uh, moet Zaterdag wel zeggen dat ik een paar keer naar mijn hoofd gegrepen heb van, uh, is het wel waar wat ik zie? Is dit echt Is het een slechte B-film? Of uh, Ik dacht echt van, heel raar. Uh, maar aan de andere kant dacht ik ook, ja, we creëren zoveel kansen, dat kan niet uh, lang meer duren of hij gaat er wel in. Nou, ja, waarschijnlijk, uh, ja, je hebt het gezien. Het heeft niet zo mogen zijn. Inderdaad. Uh, zaterdag uh, de ASWH thuis. Uh, hoe nu verder, bed? Ja, ja, gewoon doorgaan met de groep. Dat, uh, we zijn hier zo paniekerig ingesteld uh, wat dat betreft. Uh, kijk, het voordeel is dat we hebben heel weinig weggegeven afgelopen zaterdag. Ik bedoel, dat, uh, dat was vroeger ook nog wel eens anders om het zo maar te zeggen. Dus uh, op dat moment staat de groep wel al goed. Uh, als we zoveel kansen blijven creëren, nou, dan, dan komt het in die zin ook goed. Alleen, we mogen van elkaar wel wat meer vragen. We hebben een stukje volwassenheid in wedstrijden. Dat we durven voetballen, de bal willen hebben en dat we een wil opleggen aan de tegenstander. Nog één vraag voordat we je succes gaan wensen. Wordt er in de volgende basis uh, de betere tweede helft ook meegenomen? Uh, ja, we zullen het vanavond evalueren hoe die ons het zelf uh, beleefd hebben, natuurlijk. Hè? Het hoe en waarom. En uh, waarom kan uh, kijk, het inbrengen van twee spelers die wel de bereidheid hadden om, om met die bal wat uh, te doen. Ja, dat scheelt natuurlijk ook. Dat helpt ook. Dus dat is wat je mag vragen van spelers op dit niveau. En uh, ja, je mag jezelf wel eens pijn doen uh, in die zin. Dus uh, we gaan daar vanavond ook even over hebben.